ben Eva en dit is het Nijntjesjournaal. Vandaag gaan we stoer doen. Ja. En wie is natuurlijk het stoerst van allemaal? Knorretje. Hoi Eva en Eva. Hi Knorretje. Oh, wat heb je een leuke studio hier, O de Piro. Zeg Knorretje, wat vind jij nou het leukste om te doen? Pannenkoeken bakken. Pannenkoeken bakken, natuurlijk. Pannenkoeken bakken, 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 pannenkoeken bakken. Nou Knorretje, het is wel duidelijk. Volgende keer gaan jij en ik samen pannenkoeken bakken. Oh ja, leuk. Oh, daar heb ik nu al zin in. Oh, maar wist je Eva dat ik ook heel goed kan zingen? Ik ben Knorretje en ik heb geen snorretje, maar ik heb een krulstaart. Wow! Eva, je moet wel meedoen. Oh, of kun je me niet horen en ben je onderweg je oren verloren? Nou Knorretje, je bent me er eentje. Maar ik ken dat liedje helemaal niet. Volgens mij verzin je dat gewoon ter plekke. Klopt. Ik verzin het gewoon. Leuk hè? Heel leuk Knorretje. En stoer dat je dat durft. Tuurlijk. Er is niks aan hoor. Nee, ik zing heel veel liedjes in Nijntje de Musical. Samen met Nijntje en Nina en Boris en Barbara. Wauw, in het theater. Ja, in het theater. Hey, zie je later. Oh, wacht. Kom je ook een keer? Natuurlijk, knorde Boor. En komen jullie dan ook? Oh, ja. Tot het volgende Nijntjesjournaal. Dag!